Ja, mantelzorger voor mij betekent dat ik goed kan bijdragen aan de continuïteit van de zorg die mijn zusje nodig heeft. Maar ook dat ik ervoor zorg dat ik genoeg energie en ruimte voor mezelf overhoud om dat te kunnen blijven doen. Ik ben Michael en dit is mijn zusje Cheryl, voor wie ik al mijn hele leven zorg. Mijn zusje heeft het zeldzame Phelan-McDermid-syndroom. En dat betekent dat zij een ontwikkelingsachterstand heeft en daarnaast ook zware gedragsproblematiek. Vroeger, rondom mijn zusje, voelde ik me op veel momenten niet gezien. Haar zorg stond centraal en ik cijferde me een beetje weg daarin. Toen ik net begon met werken, heb ik een paar keer overspanningen gehad. Ik heb ervoor gekozen om niet fulltime te werken, zodat ik flexibel ben door de week. En dus ook mijn mantelzorgtaken kan uitvoeren. Op werk vond ik het niet heel erg moeilijk om dat bespreekbaar te maken. Maar ik bedacht me wel dat het eigenlijk al eerder had gekund. Dat het niet tot een overspanning had moeten leiden voordat ik het kon bespreken op werk. Voor jongeren heb ik de tip dat ze niet alles bij zichzelf moeten proberen te houden. Zorg ervoor dat je ook mensen hebt met wie je het kan delen. Gewoon met je vrienden of op school met iemand. Kies iemand uit die ook jouw situatie kan begrijpen.